Denk dat dat heel gaaf is. Volgens mij zit gewoon goed. Hij zit gewoon. Kijk, waar zit het hier? Zaterdagmiddag stond Leiden tijdens de regentonnenactie in het teken van verduurzaming en vergroening. En Keesenberg was de initiatiefneemster. Ik ga 20 regentonnen plaatsen in Noorderkwartier West, 10 stuks. En ook 10 stuks in Groenoord-Zuid. En die staan dan aan de straatzijde voor gemeenschappelijk gebruik om al het groen aan de straatzijde te bewateren. Dus iedereen mag gebruik maken. Leiden is een hele versteende stad. We zijn al heel druk bezig met geveltuintjes creëren, boomspiegels adopteren, planten bakken. Maar uiteindelijk moet er nog veel meer gebeuren. Dus ik hoop dat de drempel verlaagd wordt voor mensen om ook te vergroenen. En hopelijk kunnen we zo met z'n allen echt in een groenere stad, een mooiere Leiden. En dan krijg je ook echt vriendelijkere bewoners. Mensen lopen nu nog met een gieter door het hele huis heen en terug. En vooral als het heel warm is en de grond heel droog, is het wel heel lastig om de planten in leven te houden. En nu is het een stuk makkelijker voor iedereen. En er is ook een stukje sociale cohesie komt erbij kijken. Want mensen mogen gemeenschappelijk gebruik maken van die tonnen. Dus helemaal leuk. Als het heel hard regent, dan zie je het hier echt met tientallen liters tegelijkertijd uit die regenpijp gutsen. Dus om dat op te vangen en zodat we dat in ons geveltuintje kunnen gooien, dat is natuurlijk prachtig. Ja, ik vind het wel mooi, want het is ook nog wat meer groen inderdaad, want we hebben al een geveltuintje. Maar het is ook een beetje bij de muren groen is ook wel mooi, want het is allemaal een beetje kaal hier natuurlijk. Dus ik vind het wel mooi bedacht dat het gewoon op een regenton je bloemetjes en zo kunt zetten. En ik vind dat wel goed gedaan. Bewoners hoefden zelf niet te klussen. De regentonnen werden ter plekke gemonteerd, waarna ze gelijk gebruikt konden worden. De eerste keer is dat even een beetje kijken hoe het moet. En bij deze pijp was het ook extra lastig. Die is namelijk heel oud en van dik staal. Daar moest je wel een kwartiertje gaan boren met zo'n speciale boor. Maar voor de rest is het een beetje op elkaar zetten, goed waterpas krijgen en die dingen installeren. Naast dat de nieuwe regentonnen bijdragen aan verduurzaming, zijn de bakken zelf ook duurzaam. Materiaal is polyester volgens mij, glasvezel. En het zijn eigenlijk bakken die voor iets anders bedoeld waren en afgekeurd zijn. En via konden we die hier inzetten voor regentonnen en ook hergebruiken op die manier. Dus eigenlijk is het een heel circulair product, want anders zouden ze weggegooid worden. En nu hebben ze er regentonnen van gemaakt, kunnen we ze hier gebruiken voor de duurzame watervoorziening van de tuintjes en perkjes en zo. Dus. Leiden is een hele stenen stad Leiden doet mee, net als Haarlem, met WIP, de straattegels. En ik denk dat dit hier een goede aanzet ook weer voor is om mensen heel bewust te maken van steeds meer groen te krijgen in onze mooie stad. Ik vind 20 vind ik al een heel mooi aantal, maar ik hoop ook dat het ook inspirerend werkt. Dus dat het niet bij 20 blijft, maar dat het al heel snel 30, 40, 50 gaat worden. Dus ik hoop dat mensen denken, ik wil eigenlijk ook iets doen voor mijn geveltuintje. En zorgen dat buren ook gebruik kunnen maken van het water, zodat het ook een heel sociaal project is.